Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je focaccia brood maakt. Dus we gaan eerst beginnen met het water te nemen. We gaan het water, low water, eigenlijk gaan mengen met de gist. Dan nemen we de bloem. De bloem gaat in de mengkom. De melk. De opgeloste gist. Olijfolie. Suiker. En zout. En nu gaan we het beslag langzaam laten draaien op standje 2. Totdat we een hele mooie massa hebben. Dan gaan we het deeg nog lichtjes gaan opkneden op tafel. En je ziet hier eigenlijk een heel mooi homogeen deeg. Nu gaan we dat mooi gaan plat doen. Nu hebben we hier de ovenplaat. Dus eigenlijk de ovenplaat die gaan we eigenlijk mooi gaan inwrijven met goede olijfolie. Daar gaan we ons focaccia beslag, focaccia deeg eigenlijk gaan opleggen. Gaan we mooi besprenkelen met olijfolie. Wat grof zout erover en wat peper. Nu gaan we ons focaccia deeg eigenlijk mooi gaan afdekken met plastic folie. Dat gaan we ongeveer een 3 à 4-tal uren op kamertemperatuur laten rijzen. Voilà, we zijn nu 4 uur later en we gaan het plastic eraf halen. Het focaccia brood is eigenlijk, het deeg is eigenlijk al heel mooi gerezen, is lichtjes uitgelopen gedurende 4 uur. Dus we gaan nu nog een klein beetje olijfolie erover strooien. En nu gaan we hem in de oven afbakken gedurende 20 minuutjes op 200 graden. Dus we zijn nu focaccia heeft een half uurtje in gebakken op 200 graden in de oven. Maar nu kijk, je ziet de focaccia die is mooi goudbruin, die is lichtjes krokant. En nu gaan we die eventjes op rooster laten afkoelen. Focaccia gaan we aan de onderkant lichtjes insmeren met olijfolie. Voilà, focaccia brood. Super lekker brood. Een Italiaanse bereiding. Je kan er eventueel nog wat verse kruiden op doen. Of rozemarijn of thym. Maar wat we ermee gaan doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Smakelijk en tot de volgende keer.